Het jonge paar kwam stijf gearmd van het stadhuis, geëscorteerd door slechts een paar familieleden. Er zou geen bruiloft zijn omwille van de vrede, alleen een heel bescheiden schijnreceptie thuis. En in de ouderlijke woning van de bruid kreeg iedereen een kopje thee en een gebakje. Er waren vier felicitaties plus een pakje. En na een uur liet men de laatste gasten uit. Toen was het allemaal gelukkig weer gewoon. Ze gingen zwijgend naar hun zolder met z'n beiden, waar niemand zag hoe hij haar troostte toen ze schreide. En vijf maanden later werd ze moeder van een zoon. Die kreeg de namen van papa naar vaders kant, als een gebaar van goede wil aan de familie. Ze stuurden kaartjes rond naar ieders domicilie en plaatsten voort zijn advertentie in de krant. Welnu, de enige die kwam was Truus van Hoof, en al de anderen lieten taal nog teken merken. Die zaten zondags vroom en vredig in hun kerken, om God te danken voor hun spijkerhard geloof.